dat duurt een paar secondes. Ja, ik zie dat het al... Het zit al op Facebook. Oké. Nou, ja, hij is actief. Het is goed. Nou, ik zie dat het al op Facebook is, dus we gaan beginnen. Nou, welkom iedereen. Sorry voor de late begin. Het is een ontzettend drukke tijd voor Yom Kippur, maar we gaan het gaan toch wat leren over Yom Kippur. Vanavond is de avond al ingaande, het is al donker, dus de avond ingaande, de dag voor Yom Kippur. En het staat dat de onderscheid tussen de Erev Yom Kippur, de dag voor Yom Kippur, dus woensdag, maar dat begint al dus dinsdagavond, en donderdag, dus woensdagavond, donderdag, verschil tussen Erev Yom Kippur, dag voor Yom Kippur, en donderdag Yom Kippur is, de dag voor Yom Kippur is Charata al Avar, en Yom Kippur is Kabbalah al Atid. De woensdag is, dus houden wij ons bezig met die spijt over het verleden. Mocht er iets zijn, mocht er iets gebeuren is in de afgelopen jaar wat niet correct was, en dat zullen we allemaal hebben meegemaakt, want we zijn allemaal mensen, dan zijn we bezig op de dag voor Yom Kippur om dat te bereiken. Yom Kippur houden we ons niet bezig met dat soort dingen. Yom Kippur zelf, donderdag, het is alvast woensdag, inclusief dus woensdagavond, zijn we alleen maar bezig over de toekomst. Dat het komende jaar zal een goede jaar zijn. Dus ik ga beginnen eerst met de gewoontes voor de Erev Yom Kippur, de dag voor Yom Kippur. En daarna gaan wij het hebben over Yom Kippur zelf. Ik maak het zo. Ik ga eerst Erev Yom Kippur bespreken. Dan maak ik een kleine pauze om voor vragen of opmerkingen. Voor diegenen die het volgen via Zoom en ook voor diegenen die het volgen via Facebook. En dan gaan we verder met de deel 2 met Yom Kippur zelf. Oké. De dag vanaf Erev Yom Kippur tot de einde van de maand, tot de tweede dag van Rosh Chodesh Cheshvan, zeggen wij geen Tachanun. Dus vanaf morgenochtend, de smeekgebed, het Tachanun-gebed, slaan we over tot en met de tweede dag van Rosh Chodesh Cheshvan. Rosh Chodesh Cheshvan heeft 2 dagen. Je hebt 30 Tishrei op 6 oktober en je hebt 1 Cheshvan op 7 oktober. Dus tot en met 7 oktober, vanaf morgenochtend, wordt er geen Tachanun gezegd. Ook vanavond in de Shema-gebed, dus ik bedoel niet in de Shema van de avondgebed. Waarschijnlijk hebben de meesten hier de avondgebed niet uitgesproken, omdat het was pas ongeveer 5 minuten geleden of iets lang avond geworden. Dus vergeet niet straks de avondgebed uit te spreken, maar ik bedoel de Shema-gebed, Kriyat Shema Shalamita, de Shema-gebed die we zeggen net voordat we gaan slapen. Sommigen hebben de gewoonte om daar de Tachanun uit te spreken. Dat wordt vanavond dus niet meer gedaan tot Rosh Chodesh Cheshvan. Er is een gewoonte morgen vroeg ochtends. En dat was ik net voor de shiur bezig om te proberen te kijken of ik dat iets kan regelen in Antwerpen. En dat is op dit moment bij mij nog niet zeker, niet duidelijk of dat kan. Want het schijnt dat je moet van tevoren een ticket kopen om dat mee te doen met Kaparot. Morgen heel vroeg ochtends, 5 uur ochtends, is het gebruikelijk Kaparot te doen. We nemen een kip en we zeggen zeg Alifati, zeg Murati, zeg Kaparati. Dit is mijn vervanger, dit is mijn vergiffenis, dit is een plaats. Zeg Atarnagol Jelig Lemisse, maar niet Elige Geheim Tova Ruchemil Shalom. Deze kip gaat dood en ik zal nog een lange leven hebben. Nou, dus dat je kan zeggen, dat is niet aardig. Maar het is wel aardig, want dit is een win-win situatie. Want degene die kaparot doet, wordt vergeven. Maar de kip wordt gebruikt voor iets positiefs. De kip wordt gebruikt om een onderdeel te hebben in de kapara van de mens.
Het is nu een beetje laat om dat te zeggen, maar iemand die de dag voor Yom Kippur de kaparot niet kan doen, kan het ook eerder in de vorige dagen van de Seltimet Shuvah. Maar goed, daar ben ik een beetje te laat om dat nu door te geven. Even kijken. Ik ga niet in alle details van de kaparot, want ik ga ervan uit dat de meeste dat waarschijnlijk in de praktijk toch niet gaan doen. Dus we gaan over naar die andere gewoontes. Er is een gewoonte om de dag voor Yom Kippur alvast, omdat de dag voor Yom Kippur heeft een bijzondere betekenis, om al voor de ochtend, gebed de Shabbatkleding aan te doen. Dat is niet een algemene algemene gewoonte. De algemene gewoonte is vanaf de middaggebed. Dus morgenmiddag, de middaggebed wordt wat vroeger gedaan dan gebruikelijk. Omdat de Soedat HaMafseket, de maaltijd voor de vaste, moet je doen na de middaggebed. Dus de middaggebed doe je niet net voor Yom Kippur, maar dat moet je eerder in de middag doen. En dus voor de middaggebed is het een algemene gebruik dat je dan alvast die Yom Tov kleding aandoet. Sowieso is het een bijzondere, altijd goed om met Minyan te davenen, maar zeker de middaggebed voor Yom Kippur is een bijzondere gelegenheid daarvoor. Het is gebruikelijk om de dag voor Yom Kippur bij Kivrei Tzadikim te gaan, bij een begraafplaats van Tzadikim, van de gevaarlijke mensen, of gewoon naar een begraafplaats van familieleden. Is ook een gebruik om die dag voor Yom Kippur om lekkag te eten. Lekkag is een honingkoek. En het is gebruikelijk dat je daarvoor vraagt. Dus je zit bij de dag voor Yom Kippur trouwens eten we twee maaltijden. We hebben 's ochtends voor de middag. En dan na de middaggebed eten we de grote maaltijd voor de vaste. Dus sommigen doen het bij beide maaltijden. Eten wij een stukje honingkoek. Maar het is gebruikelijk dat je daarvoor vraagt. Dat je iemand vraagt, mag ik alsjeblieft een stukje honingkoek? En waarom doen we dat? Voor het geval dat Hashem heeft besloten op Rosh Hashanah dat je de komende jaren zal moeten vragen, in andere woorden bedelen, vragen, dan hopen wij dat door het vragen voor de lekkag, voor de honingkoek, op de dag voor Yom Kippur, dat we dat al hebben, als het ware, hebben al bereikt, en dat wij de komende jaar, dat het niet nodig zal zijn om ons te moeten bedelen en te vragen. De Rebbe, de Lubavitcher Rebbe, had de gewoonte om uit te delen aan iedereen de dag voor Yom Kippur. Kan je begrijpen, de dag voor Yom Kippur, zo'n drukke dag. De Rebbe had andere dingen op zijn hoofd, maar de Rebbe stond urenlang bij de deur van zijn kamer, bij de deuropening naar Ganeden, naar Tachton, zo heet dat, de gang naast de deur van de Rebbe, de Rebbe's kamer, en de mensen gingen voorbij en hebben allemaal een stukje lekkag van de Rebbe gekregen. En degene die dat niet hebben gehaald, was er een tweede gelegenheid om de dag voor Shemini Atzeret, de dag voor Simchat Torah. De dag voor Yom Kippur is een mitzwe om te eten. Een grotere mitzwe te eten dan ieder andere dag van het jaar. Het staat in de Torah dat je zal vasten op de 9e en op de 10e van Tishrei. Dat betekent dus twee dagen vasten. Maar we hebben geleerd dat de betekenis van vasten op de 9e dag van Tishrei, op de dag voor Yom Kippur, betekent niet letterlijk vasten, maar betekent eten. En doordat je eet de dag voor Yom Kippur, en op Yom Kippur ga je vasten, wordt het gerekend bij Hashem alsof je twee dagen hebt gevasten. En dus heel belangrijk dat we juist die dag voor Yom Kippur extra aandacht besteden aan grote maaltijden te eten. Ik weet dat de Lubavitcher Rebbe had de gewoonte, het hele jaar gebruikte hij bij de maaltijden alleen een vork, gebruikte geen mes. De enige uitzondering wanneer hij gebruikte ook een mes bij de maaltijd was de dag voor Yom Kippur.
Want het idee van geen mes gebruiken is om niet te veel in het fysieke, materiële wereld met twee handen helemaal daarbij bezig. Maar juist de dag voor Yom Kippur om te benadrukken. Dat je juist zo fysiek mogelijk, zoveel mogelijk moet besteden. De aandacht moet besteden aan het eten. Daarom had ik de gewoonte op die dag om die om met een mes te gebruiken bij de maaltijd. Het is ook gebruikelijk om het begin van de maaltijd, we eten een vleesmaaltijd, en niet een zware vlees, want het is niet goed voor maaltijd, maar wel iets van kip. En die begint de maaltijd met een galle, en galle doop je ook in de honing in plaats van zout. Het is ook gebruikelijk bij die maaltijd om kreppelach te eten. Dat is een soort deeg. Die vol is met gevoelde deeg met vlees, met kip. Dan is er ook een gebruik om de dag voor Yom Kippur een malko te geven. Het is een symbolisch slagen. Net zoals bij het overtreden van bepaalde zondes moesten geslagen worden. De zweepslaag bedoel ik. Dus dat en de dag voor Yom Kippur gaan we daar ook naar de mikwe. En gedurende het hele jaar is het een gewoonte dat voor Shabbat, voor je feestdagen ga je naar de mikwe. Chassidim hebben de gewoonte om iedere dag voor de ochtendgebed naar de mikwe te gaan. Maar de dag voor Yom Kippur is echt een halacha dat mannen moeten naar de mikwe gaan de middag voor Yom Kippur. Dus gaan Joodse mannen naar de mikwe. En voor de mikwe krijg je de zweepslagen met zo'n riem. En dat is je kans als al de stress voor Yom Tov. En dan ben je boos op iemand, heb je de kans om met je riem, met je volle macht, echt met zo hard mogelijk te slaan. Nee, grapje, het is alleen maar iets symbolisch. Ja, je doet alleen even een tik. En we zeggen eigenlijk de pasuk, die we zeggen in het begin van de avondgebed, die heeft 13 woorden. V'hu rachum yechaper avon v'lo yashchit v'erba lashiv apo v'lo yair kol chamato. We zeggen deze pasuk zeggen we 3 keer. Dus 3 keer 13 is 39, van de 39 zweepslagen. En bij ieder van die woorden sla je een eigenlijk een tikje heel zacht op de schouder, op de rug eigenlijk, de bovenste, de rechterkant, de linkerkant en dan onderaan in de midden. Dus rechts, links, midden, rechts, links, midden, dat doe je. En bij iedere keer zeg je één van die woorden, behu, rachum, yechaper, avon, velo, yashchit, etc. Totdat jij de zin beëindigt 3 keer, dus 39 zweepslagen. Dus dat malkut, dat doen wij. De volgorde is, je doet de kaparot in de ochtend. Je doet het ochtendgebed. We gaan eerst naar de mikwe. Sommigen hebben de gewoonte om 3 keer naar de mikwe te gaan. Zelfs 4 keer. 'S Ochtends voor kaparot. Dan weer voor de ochtendgebed. Dan in de middag. En dan nog een keer net voor Yom Kippur begint. Maar goed, ook als je maar 1 keer gaat. Als het gaat om dat je in ieder geval 1 keer de dag voor Yom Kippur naar de mikwe gaat. Dat is het allerbelangrijkste. Dus na de ochtendmaaltijd. Doe je de malkut, de zweepslagen, dan doe je de mikwe. En na de mikwe eten wij dus de maaltijd voor Yom Kippur. Sommigen hebben ook de gewoonte om, trouwens bij de middaggebed voor Yom Kippur zeggen wij alvast de widui. Hoe wordt dat vertaald? Wie doe je de zondebelijdenis? Die zondebelijdenis die wij in de loop van de hele Yom Kippur zeggen. We zeggen dit eigenlijk 5 keer. Eigenlijk 10 keer. Want we zeggen het 's avonds. Bij het avondgebed. En dan bij de herhaling. Het is niet echt een hele herhaling het 's avonds. Maar het is een soort herhaling. Dat wordt het weer gezegd. De ochtend. En dan bij de ochtend de herhaling. Dan de mincha. En dan bij de herhaling van mincha. Van Mustaf bedoel ik. En dan later in de dag bij de middengebed. En dan bij de herhaling van de middengebed. En dan weer bij de Ne'ila. Bij de sluitgebed, einde van Yom Kippur.
En volgens mij bij de Ne'ila worden dan alleen maar 1 keer gezegd. Dus 9 keer. Maar voor Yom Kippur zeggen wij dat ook net voordat Yom Kippur begint. Maar ook bij de middaggebed voor Yom Kippur zeggen wij deze... we zeggen... Geetje gatanu lefanecha, voor de zonde we hebben gedaan. En dan daar hebben we een hele lijst van zondes. En dan als je kijkt op de lijst, kan het zo zijn... Ben ik zeker ongetwijfeld dat je zou op deze lijst dingen zien waar je zou denken, deze moet ik eigenlijk overslaan, want die heeft niks met mij te maken, want ik heb die zonde niet gedaan. Ja? Maar als je kijkt heel goed, we zeggen Ageet Shechatanu Lefanecha, niet Ageet Shechatati, niet in de zonde wat ik heb gedaan, voor de zonde die wij hebben gedaan. Ja. En we zeggen het, Kol Yisrael Reven zelfs, we zijn allemaal verantwoordelijk voor elkaar. En daarom zeggen wij, spreken wij toch de algeet uit voor, we zijn het voor de zonde die iemand anders heeft gedaan, want we zijn het verantwoordelijk voor elkaar. Net voor de begin van de vast, de einde van de Sudam of Seket, is het gebruikelijk dat de vader, en sommigen hebben ook de gewone, de moeders ook, een bracha geven aan de kinderen. En sommigen doen dat iedere vrijdagavond. Met de handen over de hoofd van de kind. En geven een bracha aan alle kinderen. Dan gaan we naar shul voor Yom Kippur. Maar voordat we naar shul gaan voor Yom Kippur, nemen we een pauze. En we kijken, is er iemand die nog vragen heeft op dit eerste deel van de les? Zijn er nog vragen voordat we verder gaan? Of opmerkingen? Nee? Ik had een vraagje. Ja. Mijn vraag is, want tijdens het vasten, dan zeggen we Ribon Ha'olamim. Ja. Klopt, hè? Ja, klopt. En maar wanneer luisteren wij naar de Kol Nidre? Kol Nidre, dat gaan we nu over hebben. Okay. Dat gaan we nu over hebben. Oké. Dus we komen naar Sjoel woensdagavond. Iedereen heeft goed gegeten. En goed gedronken, want we zijn klaar voor de vasten. En op Yom Kippur mogen wij niet eten en mogen we niet drinken. We mogen geen weer schoenen dragen. Mogen onze handen niet wassen. We moeten ons überhaupt niet wassen. Alleen onze handen mogen we wassen tot hier bij noodgeval. Dus 's ochtends als we opstaan en naar de wc. En we mogen geen crèmes gebruiken. En we mogen seksuele relatie zijn. Hebben deze dag. Maar de belangrijkste verbod op Yom Kippur. En zo zeggen de essentie van deze dag. Is de mitzvah van niet eten en niet drinken op Yom Kippur. En voor alle duidelijkheid. Het is wel goed en fijn en ook belangrijk. Op Yom Kippur om naar shul te gaan. Maar als er enige twijfel is dat doordat iemand naar shul gaat, wellicht niet in staat zal kunnen zijn om te kunnen vasten. Vasten betekent niet alleen niet eten, maar ook niet drinken. Dan is het zeker de allerhoogste prioriteit op deze dag dat wij onze aandacht besteden aan... Dat wij alles doen om te kunnen vasten op Yom Kippur. Dus dat is... De Kol Nidre is... Dat begint woensdagavond. En we spreken de Kol Nidre uit. 3 keer wordt zachtjes uitgesproken. De 2e keer wordt wat harder. En dan de 3e keer wordt het nog harder uitgesproken. Dat doet iedereen samen met de Chazan. En dan even kijken. Ik moet even de plaats vinden in mijn machzor. Oké. Maar zie van nog even een vraagje. Dat baden tijdens Yom Kippur mag dus ook niet. Dus vandaar dat we dus dat een dag daarvoor doen. En Askenazis doen dat dan 1 keer en Safaris meerdere keren. Klopt dat? Sorry, de wat? Ik heb dit woord gemist. Oké, ik herhaal het eventjes. Dat baden mogen we dus ook niet doen op douchen. Oh, baden, ja, klopt, ja. Ja. Dat mag niet, en daarvoor doen wij dat Askenazis doen dat 1 dag voor Yom Kippur en de Safaris doen dat 5 keer. Voor Yom Kippur. De 5 dagen voor. 5 keer?
Je mag wel. Ik dacht dat Sephardische Joden de gewoontes hadden om het meerdere keren per dag te doen, maar dan 5 dagen begin voor Yom Kippur, toch? Als ik het goed heb. Wij mogen iedere dag douchen. Ja, maar ik bedoel in de mikwa gaan als reiniging. Ja, je bedoelt in de mikwa gaan. Ja, nou, sommigen hebben de gewoonte een aantal keer in de mikwa te gaan. Maar op Yom Kippur zelf mogen wij niet in de mikwa. Yom Kippur zelf mogen wij niet in de water. Ja. Oké, dank u. Oké. In ieder geval, we beginnen met de Kol Nidre. Misschien is handig als leidraad voor de gebeden van Yom Kippur, dat ik even bijpak de wat ik vorig jaar heb gedaan. Vorig jaar heb ik wat liedjes van Yom Kippur gehad. Ik heb nog die tekst. Ik ga deze even bijpakken. Wacht even, waar is die? Moet die even openmaken. Eén seconde. Ga even terug naar Yom Kippur liedjes. Ja, en daar is het. Oké. Okay. Ja. En dan is het dus Kol Nidre volgens mij Avinu Malkeinu. Ja, we hebben een aantal liedjes hier voor Yom Kippur. Deze heb ik vorig jaar samengesteld. We hebben hier, misschien handig dat ik het een beetje voorzing, dat het een beetje in de sfeer komt van de Kol Nidre. Deze wordt gezongen. En ik moet zeggen, in sommige, dit is de algemene tekst van Kol Nidre, maar in sommige Machzorim zijn de woorden iets anders, in een iets andere volgorde. Maar ik zeg, de eerste is, dit is de pagina's. Is het trouwens wel duidelijk goed te zien? Ja, oké. Okay, dus de pagina's die jullie hier zien, dat zijn de pagina's van deze Machzor, van de Chabad Annotated Edition. Dus even kijken. Naar bladzijde 36. Oké. Okay. Die wordt zo gezongen. Kol enidere ve'asel ve'asorei ushvuyei v'charomei v'koinomei v'kinusei v'chinuyei dehindarno. Udishtabano diacharimno ahodo Al nafsho sono mi yom kippurim ze ahat yom kippurim ahat Oh, yeah,
Usvuata na la sheva oh. En dan wordt deze drie keer gezongen. Nummer twee, Venislach, de Goladat, Bnei Yisrael, Avlager, Agar, Betocham, Kilecholam, Bishkaga. Dus kort is, ik doe het nog een tweede en derde keer. Venislach, de Goladat, Bnei Yisrael, Avlager, Agar, Betocham, Kilecholam, Bishkaga, Venislach, de Goladat. Bnei Yisrael, Melager Hagar B'tocham, Kilech Olam Bishkago. Dan hebben we hier de Shema, dat is een bekend, dus dan gaan we dat even overslaan. Ik doe even het begin van nummer 4. Yahale Tachanu Neinu Meyerev, Yahavo. Shavatenu iboker, v'yerae rinu neinu ad arev. Yale koleinu mi'erev, v'yavo tzidkatenu iboker, v'yerae finyoneinu ad arev. Yale yuneinu me'erev. V'yavot slichateinu miboker v'yerawen akateinu adarev etc. 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 Dan gaan we naar de volgende. Deze wordt heel vaak herhaald op Yom Kippur. Darkecha Elokeinu le'aricha pecha. Ik zei hier keinu. Dat is de naam van Hashem, ja? Hello, waraim belatovim beiti latecha. Limanicha elokeinu. Want de gebed zeggen we met een ha. Keinu asei velolanu. Rie yamidateinu. Dalim vereikim. En dan, we hebben niet zoveel tijd, dus we gaan sommige van de liedjes overslaan. Deze is een heel mooie, nummer 7. Kihine kachomer biyada yotzer, birtzoto marchiv, ubirtzoto mekatzer, ken anachnu biyadcha chesed, notzer. La brita beit veyal teifen la yetze kihine ikaeben biyad amesateit birtzoto cheiz birtzoto mechateit kein anachnu biyadcha mechaye umemoteit la brita beit we al teven la hayetze, et cetera, et cetera. Dan gaan we nummer... even kijken. Oké, deze wordt is een van die liedjes die een soort themalied is in de gebed. Dit komt heel vaak voor, wordt in iedere Amida twee keer herhaald. Dus bij de Amida en bij de herhaling. Dus deze is heel belangrijk om goed te weten. Slach lanu. En als je zegt slach lanu, dan raken wij onze rechterhand op onze hart zo. Mechal lanu, kaper lanu, kihiyanu amecha, veyata elokeinu, keinu. En de gebed zeggen we met een ha. Eyahanu vahanecha veheyata avinu yananu avadecha veyata adoneinu
Anuki alecha veyata chelkeinu. Et cetera, et cetera. Bam, 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 bam. Oké, dan gaan we naar de volgende. Deze is de bekende Vidui. Hoe hebben we dat vertaald weer? Zonder belijdenis. En deze is met de bekende Nederlandse melodie voor de Vidui, voor de zonder belijdenis. Dat gaat zo. En hello, oké, nu weer zeggen we met een K, want in de gebed zeggen we de echte naam van de Shem met een H. Hello, oké, nu wel oké, avoteinu, tavole fanecha tefilateinu, vialti talam, mitchinateinu, sheyenanu azefanim, ukseyoref, lomar lefanecha, Hashem elokeinu. Velokei avoteinu, tzadikim anachnu velo chatanu, ava anachnu vavoteinu chatanu. En bij deze woorden, bij iedere van deze woorden, slaan wij niet te hard, alsjeblieft, met onze rechterhand op onze hart. Ashamnu bagadnu, gazalnu dibarnu dofi, evinu vishanu. Zadnu chamasnu tafalnu sheker yatsnu ra kizavnu latsnu maratnu niyatsnu sararnu avinu pashanu sararnu kishinu oref rashanu shichatnu tiavnu tainu titanu. En dan naar een hele lijst van algeets voordat hij beëindigt in de einde van de algeet. Alle geiten, bij iedere keer dat we zeggen het woord shechatanu, slaan wij weer met onze uit. Al geit, shechatanu lefanecha, betu matzifatayim, bij alle geit, shechatanu lefanecha, beti shutpeh. Alle geit, shechatanu lefanecha, beyetzera hara, bij alle geit. Shechatanu lefanecha b'yodim v'yodim v'lo yodim v'yale kulam elokai yislichot selach lanu mechal lanu haper lanu. En dat wordt een beetje herhaald in de 12e, de 13e. Vino Malkenu, die staat volgens mij bekend, maar voor de akkoorden. Ay la da 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 la da na na ye na ma ye da 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 ye na avinu malkeinu ein la nu melech da 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 ye da ye da da ye da la ta. En nummer 15 is een van de meest bekende Joodse liedjes. Avinu malkeinu Chaneinu vaneinu, avinu malkeinu, chaneinu vaneinu, kiein banu masim, asei imanu, tzedaka vachesed, asei imanu, tzedaka vachesed, veoshiyenu. Het gaan 16, 17, 18. 18 gaan we even doen. Atta vechartanu mikol ha'amim, hafta otanu veratzita banu, veromamtanu mikol ha'shonot, vekidashtanu b'mitzvotecha, keiravtanu malkeinu la'avodatecha, shimcha gadol v'yakadosh aleinu karata. En dit is de einde van... dat is toch in de midden, oké? Bij de Musaf, de Chazan zegt eerste gemeente, daarna Chazan, Achad, 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 Ushtayim, Achad, Shalosh, Achad, Arba, Achad, Chamesh, Achad, Vashesh, Achad, Vasheva. Dit is de einde van Yom Kippur, nummer 21, toch? Ja. Einde van Kippur is de moment dat wij onze ogen dicht doen en wij geven ons
We zeggen en we denken dat wij zouden concentreren over dat aspect. Dat zou het nodig zijn om ons leven op te geven voor Hashem, zouden we dat doen. Gelukkig is het alleen iets waar we alleen over moeten overdenken. En tegenwoordig, voor de meeste mensen in de praktijk is dat niet nodig. En met deze gedachte zeggen wij eerst, de gezang zegt en de gemeente herhaalt. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ik heb wel de naam van Hashem gezegd, omdat als je een hele pasuk leest, dan kan je de naam van Hashem zeggen. En daarna, de Chazan zegt dat één keer, de gemeente herhaalt dat één keer, en dan zegt de Chazan, Baruch Shem Kivod Machuto Leolam Ba'ed. Baruch Shem Kivod Machuto Leolam Ba'ed. Baruch Shem Kivod Machuto Leolam Ba'ed. En dan de gemeente herhaalt dat. En hier heb ik, zie ik een drukfout, want de bedoeling was dat er hier een andere tekst komt. Niet Baruch Shem Kavod, maar 7 keer wordt gezegd Hashem Hu Elokim. Hashem Hu Elokim. 7 keer, en dat wordt daarna herhaald door de gemeenschap. En dan wordt het einde, wordt de Shana Babu Shalayim uitgesproken. Dat is het einde van Yom Kippur. Maar het belangrijke punt is bij Yom Kippur is dat wij één ding moeten. Een belangrijke punt is dat wij ons moeten beseffen dat het gaat om dat we bezig zijn om gebeden uit te spreken voor Hashem. En als wij ergens in de loop van Yom Kippur ergens de bladzijde kwijt zijn en weten niet waar we moeten zijn. Het gaat om dat je daar bent en het gaat om dat je bezig bent. En dat je met goede intenties bezig bent om in Hashem te dienen. Ze vertellen een verhaal van ik ben niet goed met namen, maar ik heb dit verhaal gisteren gehoord. Die was in een old age home, hoe heet dat nou? Ouder van dagenhuis. Ouder van dagenhuis? Ja. Ik ken een andere woord daarvoor. Bejaardentehuis. Bejaardentehuis, ja. Bejaardentehuis, ja, dankjewel. Dus het was een bejaardentehuis en het was een oude man die was aan het sterven. En het probleem is dat die persoon had, ze kende niemand, ze wisten niet, ze kende niemand geen familieleden. En uiteindelijk hebben zij, het laatste moment van zijn leven, zeggen, je wil nog natuurlijk dat iemand, een familielid aanwezig is bij het laatste moment. En met de laatste kracht heeft hij gezegd dat ik heb een zoon. En mijn zoon mijn zoon woont ver weg. Ik heb hem jarenlang niet gezien. Ik heb jarenlang geen contact met hem gehad. En heeft een heel moeilijke leven meegemaakt. En zijn vrouw is jaren geleden overleden. En zijn zoon was heel actief en heel bezig in het Jodendom. En door het overlijden van zijn moeder is hij helemaal afgedwaald van het Jodendom. En de vader is daardoor ook, hij kon het daar niet goed tegen. En hij was heel streng met zijn zoon. En zijn zoon is daardoor, heeft besloten, en hoewel hij vroeger heel betrokken was en bezig met alles. Hij is weg van zijn vader. En hij is uiteindelijk heeft hij alle afstand genomen van alles met het Jodendom. Hij is met een niet-Joodse vrouw getrouwd. En jarenlang, tientallen jaren, heeft hij nooit geen contact gehad met zijn vader. En nu op het laatste moment van zijn leven zei de vader, ik heb een zoon en ik heb al die jaren heb ik toch zijn telefoonnummer bewaard. Wonder dat het nog dezelfde telefoonnummer was. Bel hem alsjeblieft, want ik wil dat hij hij woont in Israël. Ik wil dat mijn zoon toch bij mij komt op het laatste moment. En ze hebben hem gebeld. En de nummer was een gesprek. En ze hebben een tweede keer gebeld. En de nummer was weer een gesprek. En die
op een gegeven moment hebben ze gezegd, nou, we wachten het even. En een paar minuten later ze weer. Ze hebben een paar keer een poging gedaan om hem te bellen. En zonder succes. En een paar minuten later is de vader, was de man overleden. En nadat de man is overleden, hebben ze hem weer gebeld. En opeens nam hij de telefoon. En ze hebben gezegd, we hebben je proberen te bellen. Want je vader wou zo graag dat jij aanwezig zou zijn bij zijn laatste momenten. Je vader is net overleden. En de zoon vond het vreselijk, dat hij heeft het gemist. En hij is gekomen naar de begrafenis. En toen was hij daar bij de begrafenis. En hij heeft een toespraak gehouden en heeft een hespit uitgesproken over zijn vader. En hij zei, ik moet iets vertellen. Dat op het moment dat jullie me hebben gebeld, was ik in gesprek. Ik was aan alle telefoonlijn, want ik was bezig om een heel belangrijke business deal te maken. Over diamanten. En het was een goede business deal. En de deal is doorgegaan. Maar ik was op de telefoon met die deal bezig toen je mij hebt gebeld over iets wat veel belangrijker was dan de deal. En vanwege mijn bezigheid met die telefoontje heb ik het gemist. Was ik niet aanwezig bij de overlijden van mijn vader. En hij had zoveel spijt daarvan. En dit heeft geleid dat hij heeft daardoor heeft een stapje genomen dichter bij het Jodendom. En langzaam is hij dichter bij het Jodendom geworden. Die man leeft nu inmiddels volledig in het Joodse leven. Yom Kippur is een moment. Is een moment waar in deze dagen de aanleiding van Yom Kippur, Aseret Yemei Teshuva, is een moment waar Hashem belt ons. En Hashem belt en wij zijn in gesprek. En Hashem belt ons een tweede keer en een derde keer. En we zijn bezig met belangrijke dealen, met belangrijke dingen, met business deals of andere dingen. Maar Hashem belt ons en dan moeten wij wakker zijn. En zeker niet alleen op de dag de voorbereiding voor Yom Kippur. Maar zeker op de dag van Yom Kippur, komende uren van Yom Kippur, zijn er bijzondere momenten. En iedere moment moeten we gebruik maken van de kracht die aanwezig is. Hashem belt ons, Hashem zegt, maakt niet uit wat is gebeurd. We zijn mensen, we maken fouten. Ik bel je. Het is niet helemaal te vergelijken met de parabel met de vader en de zoon, want de vader is overleden. En dat is dus in onze geval dus niet van toepassing bij Hashem. Maar Hashem belt ons. Hashem roept ons. En Hashem zegt, kom dichterbij. En maak niet uit wat je hebt in het verleden gedaan. Een belangrijke punt is dat de teshuwah van Yom Kippur heeft zo'n grote kracht. Niet alleen om de huidige tijd in de toekomst te veranderen. Maar mensen zeggen altijd, het verleden die kan je niet veranderen. Maar in Chassidut wordt er gesproken over Zedonot Naselok Zachiot. Dat de zonden zelf worden veranderd naar mitzvot. We hebben de mogelijkheid om de verleden te veranderen door teshuwah. Dus ik wens iedereen een gemar chatima tova. En heel veel succes met de komende uren, de uren van Yom Kippur. Yom Kippur is de vrolijkste dag van het hele jaar. We zijn niet zo vrolijk, want we eten niet. Maar ja, dat is een kwestie van een paar uur. Yom Kippur is voorbij en dan eten we wel. Maar maak er gebruik van deze bijzondere kracht. Don't miss the phone call. Maak er gebruik van. Ik neem even de gelegenheid als er korte vragen of opmerkingen zijn. Ja, ik heb al natuurlijk weer een vraag. Ja, oké. Nou, dan komt-ie. Ik gebruik de agenda van Chabad.org. En daarin staat alle gegevens in. Alleen nu staat het vasten daar niet in. En dat is een beetje raar eigenlijk, want ik heb het wel ergens gezien. Ik weet dat het ook moet gebeuren. Maar ja. Ik weet niet. En volgens mij begint het vasten om 5:00 s'nachts, als het goed is. Nee, dat begint wat later. Het is een beetje afhankelijk van waar je woont. Maar de vaste begint ongeveer, en dat is verschil tussen of in Almere of in Amsterdam of Den Haag. Ja. Maar het begint ongeveer, we kijken,
ongeveer 7:50 s'avonds. Dan is. Maar wacht even, we hebben de gebruik om iets eerder te beginnen met vasten. Van de tijd dat wij de kaarsjes aansteken, wij minstens 18 minuten voor zonsondergang. Dus laten we zeggen, ongeveer een paar minuten na 7:30 begint de vasten van Yom Kippur. En het einde? En het einde is ongeveer een paar minuten na 8:30. Okay, ongeveer 8:40. Ja, maar dan mag je dus dat is later dan zonsopkomst. Ja, dan je hebt twee tijden. Je hebt de zonsondergang. Ja. Ja. En dan hebben wij wanneer het helemaal donker is. Dus wij beginnen de vasten om zeker met die tijd tussen zonsondergang en donker is een twijfelperiode. Dus in het begin van de vast gaan we alle zekerheid voor zonsondergang beginnen. En de einde van de vast, om zeker te zijn, wachten wij totdat het donker. Eigenlijk is het voor 8:30 al donker. Maar er is een gewoonte om dat Tosfot Yom Tov, Tosfot Shabbat, een toevoeging van een paar extra minuten na Yom Tov toe te voegen. Dus ongeveer 8:40 is de vasten afgelopen. Ik heb een vraagje. Ja. Die Yom Kippur afgelopen is, doen wij bij het Abdallah? Ja, klopt. Ja, na Yom Kippur doen wij Abdallah. Ja, dat klopt. Abdallah, oké. We doen alleen Abdallah. Ja, klopt. En dan hebben wij de gewoonte om na Yom Kippur ook de Kiddush Levana te doen. We hebben wat we één keer per maand hebben wij de bracha die we zeggen op de nieuwe maan. En dat doen wij meestal tussen de 7e en de 15e dag van de maan. Yom Kippur is de 10e dag van de maan, maar we kunnen het vanavond, als het niet bewolkt is, kunnen we het vanavond al doen, maar het is gebruikelijk om te wachten tot na Yom Kippur, om dat te doen, zodat we meteen nadat wij schoon zijn van alle zondes, dat wij alleen maar mitzvot hebben, om meteen nog een andere mitzvah in te halen. En daarom zeggen wij meteen, de Abdallah trouwens, zeggen wij niet Borei Mineh B'Samim, niet de bracha op de ruiken van de aangename geur, dat doen wij alleen Motzei Shabbat, maar wel de bracha van Borei Pri Hagafen en de bracha van op de vuur. En dan, hoe zit het met, wanneer lees je Leviticus en Isaia dan? Want dat wordt ook op Yom Kippur gelezen. Ja, dat wordt 's ochtends. Donderdagochtend wordt dat gelezen. Okay. Eigenlijk Leviticus, de één deel van Leviticus spreekt over de dienst in de tempel op Yom Kippur. Dat wordt 's ochtends gelezen. En daarna in dezelfde parsha, iets verder, is een stukje in Leviticus, in dezelfde parsha, parsha Tacharemot, een stukje over de verbodene seksuele relaties. En dat wordt gelezen bij de middengebed van Yom Kippur. Oké. En de Isaia, wordt dat dan ook tegelijk gelezen of is dat later? De Isaia van de Haftorah, van de Tanakh, dat wordt 's ochtends gelezen, na de Torah lezen. Oké. Ik heb nog een vraag. Yom Kippur, woensdag Gabon, is de kaarsen aansteken, moeten wij ook kiddush doen? Never. Het was een vaste dag. Oh ja, geen ja. Oké, bedankt. Ja. Oké, goed. We gaan het hier afsluiten. Ik wens iedereen Gmar Chatima Tova. Chatima Tova. Chatima Tova, Tzomka. Dankjewel. Allemaal. Tova, Tola Raba. Bye. Litrot. En Litrot, ook voor de kijkers op Facebook. Zie ik erg tof. Vele jaren gezond. Dankjewel. En tot de volgende keer. Litrot. En mocht iemand, nog één laatste punt, mocht iemand de lijst van die liedjes wil hebben, dan ga ik hier even in mijn chat, voordat ik ga afsluiten, geef ik even de gelegenheid. Even kijken, en ik doe dat straks ook op Facebook. Ik heb zo de lijst van liedjes die ik heb samengesteld, wat wij vanavond hebben ook gedeeltelijk gezongen.
Als je mij, en ik ga dus, ik wacht nog 1 minuut om af te sluiten. Oké, ik heb jouw e-mailadres. Ga ik het even hierin. Dan even kijken. Ik stuur dat aan mezelf. Dan stuur ik je straks een lijst van alle van die liedjes. Dus ik wacht nog 1 minuut om af te sluiten, zodat je de e-mailadres kan noteren. En dan had ik nog een vraagje, dat in het koninkrijk die u neerschrijft, in het fonetisch, daar staat ata, maar dan ata op A-T-A. Alef, tef, alef. Maar het moet eigenlijk zijn alef, taf, he. Want dat is ata. Oh, ja, het is alef, taf, he. Ja, daar moet een ja. H achter. Ja, oké. Okay. Ja, want dan weten we ook waarvan het alfabet hebben, toch? Ja, inderdaad. Oké. Okay. Ik heb de e-mail dus in ieder geval hier nu op Facebook gezet. Oké. Okay. En ik ga dus nu afsluiten. En nog ga ik ze merken, iedereen. Erf af. Dat is meer.